We zijn weer terug. We zitten weer hier aan tafel met een nieuwe gast. Stel je even voor, wie ben je? Hoi, ik ben Mies Witkamp. En wat doe je? Ik ben trainer en coach bij een zorginstelling in Amsterdam. En waarom ben je hier vandaag? Buiten mijn werk vind ik het heel leuk om bij Permanent Beta te zijn. Ik ben ook altijd op het festival wat elk jaar wordt georganiseerd. En op deze dagen ontdek ik allerlei nieuwe dingen. En ik geef zelf ook een workshop vanmiddag. Waar gaat die workshop over? De workshop gaat over falen. Het is eigenlijk falen en opstaan. Ik merkte dat er heel veel mensen wel heel graag hun verhaal willen vertellen. Maar vooral de succesgedeeltes ervan. En ik denk dat er heel veel uit te halen is als mensen ook delen over wat er misging. Want er zitten heel veel leermomenten in en die verhalen moeten ook gedeeld worden. En is het dan een workshop waar je heel veel voorbeelden laat zien? Of is het vooral jouw verhaal wat vertelt van jongens, deel, vertel, geef je falen toe? Ik probeer de mensen een beetje te inspireren door zelf een voorbeeld te delen. Want ik denk als ik aan mensen vraag om iets te delen, moet ik zelf ook met mijn billen bloot. En er gaat heel veel mis in mijn leven altijd. Gelukkig maar, want daar leer ik van. Dus ik vertel iets en dan vraag ik mensen om met elkaar in gesprek te gaan. En ook hun eigen faalmoment te delen. En te kijken van, wat heb ik daaruit geleerd? Of kwam ik iemand tegen die me daarbij geholpen heeft? Of hoe ging dat dan? Het is gewoon heel interessant om dat proces te onderzoeken. Je zei van ik ben graag op deze bijeenkomsten, de Permanent Beta bijeenkomsten. Waarom? Ja, ik krijg er heel veel energie van. Ik merk dat ik zelf ook weer helemaal vol energie zit op zo'n dag. En van tevoren dan heb ik al heel veel zin in. En ik ontdek nieuwe dingen, maar er komen hier mensen die de wereld gewoon een stukje mooier maken. En daar word ik heel blij van. Dus naast dat er heel veel mensen zijn die denken dat de wereld vergaat. Ja, het zal allemaal wel, maar er zijn hier gewoon mensen bezig met het beter, mooier maken. Zoeken naar oplossingen en echt anders naar de wereld kijken. En dat probeer ik zelf ook te doen. En als je aan buitenstaanders, je oma of je moeder of weet ik van wie, je moet uitleggen van Permanent Beta, wat is het? Wat vertel je ze dan? Ja, het is bijna niet uit te leggen, want mensen denken vaak, dat is een soort secte waar je naartoe gaat en een beetje vaag. Ja, er komen allemaal mensen die bijzonder zijn op hun eigen manier. Natuurlijk is iedereen wel bijzonder, maar Ik kan het eigenlijk niet zo goed uitleggen, merk ik. Het lukt nooit. En wat mensen wel zien die heel dichtbij me staan, is dat ik er altijd heel blij van word. Dus dat haalt mensen soms ook over de streep om dan toch maar te komen. En soms noem ik gewoon echt onderdelen ervan die je nu ook gewoon in de maatschappij steeds vaker hoort. Zoals virtual reality en er wordt gedacht over e-health in de zorg en dat soort dingen. En dan denken mensen, dat is wel concreet. Dan hebben ze wel een beeld daarbij. Maar het is veel meer dan dat, omdat ik merk wat een meerwaarde is. Ja, vaak ga ik nu niet naar heel veel workshops meer. Maar ook gewoon op de bank hangen en bijkletsen met mensen. En er ontstaan hele mooie samenwerkingen. Dat is ook heel gaaf. Ja. En dat zijn de mensen die je niet kent van tevoren? Nee, die ik dan niet ken. Want het is heel fijn als je gaat gewoon zitten. En iemand gaat naast je zitten en stelt zich voor. En je raakt in gesprek. Dat gaat heel erg vanzelf hier. Ja. Wat dat betreft, is het echt een anders? Want vertel je verhaal of je workshop? Ja, je bent trainer, dus je zal je verhaal ook op andere plekken vertellen. Het is wat dat betreft, is het echt een heel ander soort van publiek wat je ergens anders tegenkomt? Ja, absoluut. Ja. En als je dat moet duiden, wat maakt het anders? Ik kan niet voor iedereen spreken, maar de meeste mensen die hier zijn, die willen echt heel graag leren. Die zijn echt nieuwsgierig, oprecht. En de mensen die ik in mijn werk train, die moeten soms een training volgen, omdat ze het moeten. Dus dat is dan echt een andere insteek. En dan kan ik het ook leuk maken of zo. Maar ik denk als mensen kiezen om hier te zijn, dan durven ze ook out of the box te denken. En dan durven ze ook met je mee te gaan. Dus dat is heel prettig. En je mag hier ook... Er mogen ook dingen misgaan. Dat is zo mooi aan Permanent Beta, want het is nooit af. Dus ik kan ook nieuwe dingen uitproberen die ik misschien in mijn training niet zo snel zou doen. Omdat ik denk, het moet gewoon goed zijn. En hier is het veilig om het uit te proberen. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat heb je hier bijvoorbeeld wel eens geprobeerd waarvan je dacht, ik weet het niet? Nou, een persoonlijk verhaal vertellen. Dat is toch spannend. En dat moet ik dan hier eerst uittesten. En aan de reacties kan ik dan wel peilen van, kan ik dat ook
Buiten de club doen. Is het ook niet een beetje preken voor eigen parochie? Het feit dat mensen hier zo open-minded zijn, dat je hier eigenlijk alles kwijt kan. Dat iedereen dat ook wel snapt. Hoe bedoel je? Nou, weet je, kijk, op het moment dat je natuurlijk de buitenwereld moet overtuigen van iets, dan moet je meer ze overtuigen. Hier zit iedereen al voor, krijg ik de indruk althans, veel meer op één golflengte. Ja. Ja, dat klopt. En ik zoek ook altijd naar manieren om niet te gaan overtuigen. Want ik denk dat echt niet werkt. Dus in mijn eigen training dan zeg ik ook heel vaak van luister, ja, dit is hoe ik erover denk. Als je daarvoor open staat, dan zul je er iets van leren. En als je daar tegen bent, dan niet, denk ik. Ja, dat is ook aan ieder voor zich. Dus ja. Je bent al heel blij, je zit al vol energie. Wanneer is het nog beter? Wanneer ga je echt tevreden naar huis? Poeh, ja. Ja, ik heb daar eigenlijk geen... als ik een paar mooie gesprekken heb gevoerd die ik vanochtend al had met mensen. En het fijnste is dat ik hier echt kan zijn wie ik ben. Dat ik hoef me niet anders voor te doen. Dus dat is al sowieso geslaagd. Ja, vind ik heel fijn. Klinkt heel goed. Ja, is het ook. Heel erg bedankt. Dankjewel. Tot zover. Straks weer een volgende gast.